Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Asus Transformer Book T100. Welkom bij Hardware Info TV. In september introduceerde Intel tijdens haar Intel Developer Forum de nieuwe B-Trail Atom processors. Destijds konden we alleen maar aan de slag met een prototype tablet, maar nu is de eerste daadwerkelijke B-Trail tablet in ons testlab verschenen en dat is de Asus Transformer Book T100. Ja, het is een, zoals je ziet, een hybride apparaat. Zowel gebruikbaar als laptop als tablet. Ja, voorzien van die nieuwe B-Trail Atom processor. Ja. Ja, en eigenlijk, het woord Atom past bijna niet meer bij die processor. Het is een quad-core processor nu. De vorige generatie was een dual-core model. Ja, en hij is een stuk sneller dan de vorige. Ja, maar toch nog een belangrijk ding is om nog even te herhalen van die introductie in september. Die nieuwe B-Trail generatie is de eerste generatie Atoms sinds jaren die echt vanaf de grond af aan opnieuw ontworpen zijn. Al die Atoms van de afgelopen jaren waren er altijd gebaseerd op de architectuur van de allereerste Atom. We hebben het er ook vaak over gehad. Ieder jaar als Intel weer met een nieuwe kwam, gingen we daarnaar kijken, draaiden we testen en dan ziet van, nou, hij is nog steeds even langzaam. Ja, we namen daar even de tijd voor om het zo maar te zeggen. Ja, nou, nu toch echt een nieuw ontwerp. Aantal trucs die we ook kennen van luxere processors, zoals out of order execution, quad cores. Nou, een heleboel trucs dozen heeft Intel opengetrokken, state-of-the-art transistors, 22 nanometer. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat die processors inderdaad een stuk sneller zijn dan hun voorlopers. Zich kunnen meten met de snelste ARM-processors of daar zelfs nog aan voorbij gaan. En ook qua stroomverbruik eigenlijk in zo'nzelfde niveau behalen als ARM-processors. Ja, Intel praat over een ontwerpwattage van 2 watt. Nou, dat is eigenlijk bijna helemaal niks. Maar ja, ook als je gaat kijken naar de accutest, in dit geval, als je hem voor productiviteitstoepassingen gaat gebruiken, dus bijvoorbeeld een beetje office en dat soort zaken, ja, dan kan je zo'n 11 uur op deze machine halen. Nou ja, en er zit hier maar 1 accu in. Hoewel, dit is echt zo'n apparaatje dus met een toetsenbordje wat je los kunt halen van het tablet. Ja. Maar hier zit dus geen tweede accu in. Ja, dus de tablet zelf 11 uur, nou, dan kun je gewoon al echt stellen, dan kun je als Intel helemaal meten met die ARM-wereld of ga je er zelfs aan voorbij. En wat natuurlijk het belangrijkste is van deze processor, omdat het een Intel-processor is en die dus x86-architectuur heeft, betekent het dat op deze tablet de volledige Windows 8-versie staat. Niet Windows RT, maar de normale Windows 8, zoals we hem ook kennen van laptops en desktops. En dus ook dat je gewoon alle Windows-software kunt installeren. Ja, en dat is dan eigenlijk ook wel het grote voordeel van dit apparaat. Je kunt er gewoon alles mee wat je met je grotere machine kan. Het feit ook dat die gecombineerd wordt met wat flashgeheugen, zo'n eMMC-module, 32 gigabyte groot. Ja, dat zorgt er ook voor dat die een stuk vlotter is dan als je dat vergelijkt met notebooks die met een harde schijf zijn uitgerust. Ja. Even in perspectief natuurlijk. Het is een tablet. Hij is primair bedoeld, kun je zeggen, voor de nieuwe fullscreen interface. De metro interface, als we het nog steeds noemen. Eigenlijk zo'n beetje alle metro apps. Daar is zo'n Atom sowieso snel genoeg voor. Uiteraard op de desktop als je aan de slag gaat met hele veel eisende zaken zoals Photoshop. Dat soort zaken, ja, daar kom je natuurlijk wel nog steeds achter dat het een tabletprocessor is. Ja, dan loop je waarschijnlijk eerder nog tegen het feit aan dat de SSD die erin zit, nou de SSD, de eMMC-module die erin zit, 32 gigabyte groot is. Daar hou je net al ongeveer de helft van over. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk ook niet echt de voldoende hoeveelheid om met Photoshop bijvoorbeeld aan de slag te gaan. Ja, is het wel zo, er zit een microSD-slot in het apparaat. Vaak wordt die, nou, we denken soms al wegbezuinigd, maar volgens mij wordt die heel vaak gewoon expres weggelaten, omdat tabletfabrikanten liever hebben dat je meteen meer geheugen koopt, want daar kunnen ze een mooie marge op maken. Maar hier zit een microSD-slot in, dus je kunt hem gewoon met een microSD-kaartje zelf uitbreiden naar 64 gigabyte of bijvoorbeeld 64 gig erbij, zodat je op 96 komt. Ja, en verder zit er ook nog een micro-USB en een micro-HDMI-aansluiting op. Ja. En die micro-USB-aansluiting, daarmee laad je hem ook op. En dan kun je ook, als je dus zo'n verloopkabels hebt, kan je er bijvoorbeeld ook een USB-stick op aansluiten. Hier aan de zijkant van het toetsenbord vind je ook nog een volwaardige USB 3.0-aansluiting. Nou, dat is helemaal handig om natuurlijk bestanden uit te kunnen wisselen. Ja, en je zei al, het toetsenbord zit geen extra accu in, maar het is verder wel een volwaardig toetsenbord. Het is niet het beste type comfort wat je kunt wensen, maar het werkt. En ja, zeker als zeker omdat deze tablet natuurlijk de mogelijkheid biedt om in een volledige Windows interface aan de slag te gaan en dus ook met
ja, hoe we dat dan noemen, productiviteitsapps aan de slag gaan, is de aanwezigheid van zo'n toetsenbord toch wel echt prettig. Ja, en laten we eerlijk zijn, als je een Windows gaat gebruiken, ja, dan moet je af en toe ook naar die desktop toe. Ja. En dan is een toetsenbord en een touchpad of een muis is eigenlijk onontbeerlijk. Met het schermtoetsenbord werken is dan eigenlijk niet te doen. Ja. Ja, en daar is dit gewoon een hele prettige combinatie van. Vooral het feit dat je eigenlijk echt een tablet hebt. Kijk, als ik hem hier zo loshaal. Ja, het is een tablet van 575 gram. Hij is wel vrijwel compleet van plastic. Dus het is niet het meest luxe tablet die we ooit gezien hebben. Ja. Maar ja, prima bruikbaar. En zet je hem hier terug in zijn dock. Dan heb je eigenlijk een apparaat wat net zo bruikbaar is als een laptop. Kijk, je kunt hem ook zo dichtklappen. Ja, en zo is het gewoon iets wat lijkt een beetje op een netboek van weleer. Ja, eigenlijk is dit misschien zelfs wel wat een netboek had moeten zijn. Ja, en ook het feit een bruikbare netboek en een tablet in één. Ja, en vooral ook het feit dat er natuurlijk gewoon meteen een IPS-scherm op zit. 1366, 768. Ja, prima kijkhoek. Ja, want dat gaat helemaal niks meer mis. Ja, voordeel sowieso van deze constructie in vergelijking met een van de meest populaire Windows-tablets, namelijk de Surface van Microsoft zelf, is dat scherm en toetsenbord stevig aan elkaar zit. Ja. Dus je kunt hem ook op schoot gebruiken. Je kunt hem gewoon zo neerzetten en dat ding blijft gewoon netjes zo staan. En je hebt allerlei verschillende standen waarin je het scherm kunt neerzetten. Dat is misschien ook nog een leuk dingetje om te benadrukken. Ja, dat gaat. En hij staat natuurlijk ook vanzelf. Je hebt hier geen extra sleeve of iets dergelijks voor nodig. Ja. Nou, de combinatie van zowel het scherm als het toetsenbordje, dat is ongeveer 1,1 kilo. Nou, dat is ook nog prima draagbaar. Ja. En het mogen duidelijk zijn, technisch zijn we al enthousiast over dit apparaat. Ja. Maar als je kijkt naar het prijskaartje, dan is het helemaal compleet. Ja, hij heeft een prijs van €349 voor deze 32 gigabyte uitvoering. Ja. En dan krijg je er ook nog eens een keer Microsoft Office 2013 bij. Ja, en voor de duidelijkheid, het toetsenbordje is geen losse accessoire. Nee. Voor die €349 krijg je de tablet en een toetsenbord en dus Office. Ja, en Office, daar zit dan geen Outlook in, maar wel Word, PowerPoint, OneNote en Excel. Ja. Als we dan toch even het vergelijk gaan maken met op zijn minst andere Windows tablets. Want je kunt natuurlijk het vergelijk maken met Android, maar dat zijn gewoon echt twee verschillende werelden. Nou, er is niet zo heel veel verkrijgbaar voor deze prijs. Exact. En de eerste vraag is natuurlijk altijd welk besturingssysteem wil je. Maar als je op zoek gaat naar een Windows tablet, inderdaad, er is weinig eigenlijk alternatief hiervoor. Als je kijkt naar de Surface, die is een stuk duurder, maakt gebruik van Windows RT, waarop je dus niet alle software kunt draaien. De oude Surface die is nog wel te krijgen voor een hele lage prijs, maar ja, dat is natuurlijk qua functionaliteit hier niet mee te vergelijken. Nee, en bedoel, qua prestaties en accuduur gaat dit ding zelfs de Surface 2 voorbij. En ook als je kijkt naar wat andere fabrikanten op dit moment hebben, uiteraard gaat er vermoedelijk begin volgend jaar een hele zwik B-Trail tablets op de markt komen, maar op dit moment staat Asus toch echt even in een eentje. Ja, en ik moet ook wel zeggen, kijk, de functionaliteit die je gewoon krijgt door dat feit dat dat dock gewoon vastzit aan die tablet, ja, dan heb je eigenlijk bijna best of both worlds in handen. Ja, goed. Uitgebreide review van de Asus T100 vind je spoedig op de site en wil je erin winnen? Dat kan ook, want we hebben op dit moment een actie lopen samen met Intel. Als jij een goede vraag weet te bedenken voor Intel, kun je die stellen via een video. Intel gaat het beantwoorden en onder iedereen die vragen stelt, verloten we zo'n Asus Transformerbook T100. Meer informatie over die actie vind je door hier te klikken. En wij komen daarmee aan het eind van deze aflevering van Hardinfo TV. Maandag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de 3 dagen dat wij nieuwe afleveringen hebben. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dat hij zo'n elektronische viewfinder heeft. Ja, uiteraard, het is geen spiegelreflex, dus je ziet het beeld van de sensor. Je kijkt niet rechtstreeks door de lens. Maar zo'n EVF is natuurlijk juist buiten als de zon schijnt. En je kunt wellicht op het scherm toch gewoon wat minder goed zien. Is dat toch wel gewoon de beste methode om...